Hoi, mijn naam is Joanne en volgens mij heb ik een hele leuke mededeling voor je. Want na het succes van Opvliegers 1, 2, 3 en 4... Ik moet weg, ik moet ademen. Godsamme Ellen, hang die telefoon op! Sorry, overgang! Physical, physical! I gotta get physical! New York, USA! Waar vind je die jonge kerels? Ja, schoolplein, afzwemmen, de F's, de tiki-bak. Gaan wij dit jaar het theater in met Opvliegers 5? En dit keer dan niet op een cruise, maar op een safari. Yeah! Ja, want dit keer reizen wij af naar Zuid-Afrika, omdat Loes is gevraagd voor een fotoshoot met vriendinnen. Ja, en daar gebeurt van alles. Ik kan je wel vertellen, Joke heeft een enorme tegenslag te verwerken. Nee. Ja, haar huis is helemaal afgebrand. Het rare is, Joke is heel erg vrolijk. Oh. Ja, ze ziet het als een soort tweede kans om haar leven opnieuw op te bouwen. Oh, wauw. Ja. Op een oude fiets moet je het leren. Ja, dat verkondigde Loes. Dat ze het lekker met de jonge jongens deed. Maar nu is alles anders, want ze is verliefd op Nico. 71, maar zit goed in de slappe was. Die mag mijn dekje wel eens een keer schoonkomen. Blijkt dat jury helemaal klaar is met de mannen. In plaats daarvan stort ze zich volledig op het dierenrijk. Die vrouw wordt gewoon een lopende encyclopedie. Met de verzameling van dierenprints. Oh my god, love her already. Monique's leven zal ingrijpend veranderen. Oh? Ja, en... Wij, haar vriendinnen, kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Monique wel. Dus ben jij benieuwd hoe het allemaal afloopt? En heb je zin in een leuk avondje uit? Kom dan naar een van de theaters. Check de speellijst www.rep.nu en we hopen jullie allemaal te kunnen begroeten in de theaters. Neem je man, je moeder, je tante, je oom, neem ze allemaal mee. Tot dan. Dag! We hebben er zin in. En gelieve je humor thuis te laten, want als ik lach, dan laat ik alles lopen.